Hallo, ik ben Bouke. Ik ben derdejaars student orthopedagogie aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Het voorbije semester liep ik stage in OLC, de Grote Robijn in Antwerpen, van Jeugdzorg in Maes. Ik heb deze stage zeer leerrijk ervaren, omdat ik veel kansen kreeg en ook veel kansen heb gekregen, waardoor ik een mooie groei heb kunnen maken. Ik heb veel meer bijgeleerd over mezelf. En ook zelf helemaal kunnen ontplooien in de Grote Robijn. Dit was ook dankzij het team. Ik vond het team zeer fijn om in te werken. Vanaf dag 1 was het al zo. En je creëert ook met hen een band. Wat zeer fijn is om in te werken. Wat mij ook zeker bijblijft zijn de jongeren in de Grote Robijn. Ook met hen creëer je in die 5 maanden tijd een sterke band. Je beleeft gewoon heel mooie momenten samen en dat zijn fijne ervaringen die bij mij blijven. En de sfeer, de algemene sfeer in de Grote Robijn, is leuk om in te werken. En ook als stagiair word je goed begeleid. Je kan steeds vragen stellen en iedereen probeert je te helpen en bij te staan waar nodig is. Als ik mijn stage in 3 woorden zou omschrijven, zou dat uitdagend zijn. Omdat ik aan mijn stage begon een beetje verlegen en afwachtend. Ik wist niet zo goed wat er allemaal op me af zou komen. Maar ik heb me helemaal kunnen ontplooien en ik ben zeker ook zelfzekerder geworden doorheen deze stage. Zelfstandig sluit hier ook bij aan. Omdat ik moest soms dingen alleen doen en je leert gewoon uit je comfortzone te komen. En vertrouwen, omdat ik heel veel vertrouwen had in het team, in de jongeren. Er ging gewoon een vertrouwelijke sfeer om in te werken. Dus ik heb een zeer mooie ervaring gehad, een mooie stage binnen jeugdzorg in Maes Antwerpen.